vandaag een kort filmpje over enzymen. Daar is vaak verwarring over. Enzymen zijn eiwitten. Maar niet alle eiwitten zijn enzymen. Een beetje zoals poedels en honden. Ja? Een poedel is een hond, maar niet iedere hond is een poedel. Dus enzymen zijn altijd een eiwit. En die eiwitten, die hebben... Dat zijn nogal rare stoffen. Je hebt zelf vast wel eens een gekookt eitje gegeten. En waarom is dat eiwit nou zo'n rare stof? Nou, je kan water bijvoorbeeld, kan je zorgen dat het bevriest. Dan wordt het vast, dan ga je van vloeibaar naar een vaste fase. En dat is reversibel, dat is omkeerbaar. Als het in de vaste fase is, kan je het heel makkelijk weer terugbrengen in de vloeibare fase. Datzelfde werkte met gasfase van water. En er zijn heel veel stoffen waarmee je dat eindeloos kan doen. Eiwitten, die vallen daar niet onder. Een eiwit kan je laten stollen, maar als het enkele gestollen is, kan je het niet meer laten ontstollen. Ja? Het wordt nooit meer vloeibaar. Dus die eiwitten, als je die verhit, ja, dan kan je er een lekker eitje van eten, zoals je dat zondagochtend wel gedaan hebt. En dat eitje, dat kan je best koud laten worden en dat blijft gewoon nog steeds een hardgekookt ei. Die enzymen. Die zetten vaak de ene stof om in de andere. En dat kan zelfs zo zijn dat stof A wordt stof B. Of stof A wordt stof B plus C. Hè? Dus het kan goed zijn dat die stof in 2 wordt geknipt. En het wordt vaak gezegd, het versnelt een bepaalde reactie. Dat moet je met een korrel zout nemen. Want sommige reacties, daar wordt wel gezegd, ja, het versnelt die reactie. Dat kan wel zo zijn. Ja, maar je moet wel echt 100 jaar worden voordat je dat zou willen gaan zien. Dus het versnelt het aanzienlijk vaak. Die reactie die kan vaak twee kanten oplopen. Als dat enzym A omzet in B, haal ik even C weg. Als het enzym A omzet in B, kan het precies hetzelfde enzym B namelijk ook omzetten in A. En daar hoeft hij niks anders voor te doen. He, dat kan het enzym, kan het zelf zorgen. Als er veel van B is, dan maakt hij daar A van. En is er veel van A, dan maakt hij daar B van, bijvoorbeeld. Wat moeten we nou doen om te zorgen dat in een cel gebeurt het meestal maar één richting in? Dus stel je voor, die cel die wil alleen van A B maken, maar die wil niet dat het ook weer A wordt. Ja, dan moet je gewoon zorgen dat al het B wat wordt gevormd, dat dat weg wordt gehaald bij dat enzym. En dan zal dat enzym nooit in aanraking met B komen en dus nooit van B A maken. Snap je dit nog? Goed. Die enzymen die hebben een bepaalde activiteit. En die activiteit van die enzymen, die zijn een beetje zoals de scheikunde normaal is. Bij een lage temperatuur, is die enzymactiviteit heel laag. En hoe hoger die temperatuur gaat, volgt deze lijn netjes je verwachting, hoe sneller dat verloopt. Minimumtemperatuur is de temperatuur waarin het enzym nog net functioneert, nog net een omzetting doet. Zeer traag. En als we dan langzaam maar zeker verder doorgaan, dan zie je dat we hier niet bij die maximale activiteit, niet bij een maximum temperatuur komen. Nee, dat is een optimum temperatuur. Want jij weet wat er gebeurt als je dat eiwit gaat verwarmen. Het gaat namelijk kapot. Dus we hebben een minimum en een maximum temperatuur. En bij die maximum temperatuur is de gezamenlijke activiteit van al die enzymen in mijn oplossing is bijzonder laag. Wel net zo laag als bij de minimum temperatuur. De optimum temperatuur is de temperatuur waarbij die enzymen het best doen, maar wel als groep. Stel je ervoor, dus ik heb een oplossing met een bepaald enzym en hier wordt er het meeste omgezet. Het enige wat je moet realiseren is dat als ik hier één enzym pak die nog functioneert, dan werkt die veel harder dan een enzym bij een optimum temperatuur. Dus individuele enzymen, die werken hier wel veel harder. Alleen de gezamenlijke oplossing, daar gebeurt heel weinig nog maar. Nou, je ziet dat ik deze grafiek heb gemaakt bij temperatuur, uitgezet tegen de activiteit van al mijn enzymen. Maar je kan daar natuurlijk ook pH inzetten of welk willekeurige factor waarmee je wil kijken hoe die enzymen hierbij reageren. Goed, even zo de hoofdpunten van enzymen. Blijft een lastige aangelegenheid, dus kijk het nog een keer als het allemaal te snel is gegaan. Succes!